Van harte welkom bij Nieuws aan tafel, waarin we iedere week het nieuws van afgelopen week bespreken met drie gasten aan de hand van drie stellingen. En deze week doe ik dat met Peter Visser van Stichting Natuurlijk Geuldal, Bas Versijp, makelaar, en Adinda van der Wal, HR-manager bij een internationale reisorganisatie. Ik zei het al, we gaan nieuws bespreken aan de hand van drie stellingen. Ik laat ze alvast even kort voorbij komen. Peter, de eerste is voor jou. Woningscans zijn een goede manier om mensen bewust te maken van mogelijke oplossingen voor het water. Eens. Eens, kijk eens aan. Bas, de tweede is voor jou. Door Centers Village naar het Walramplein gaat, wordt parkeren in Valkenburg nog lastiger. Oneens. Oneens. Het wordt niet lastiger. Adinda, de derde is voor jou. Het is goed dat de gemeente Meerssen het veelal bekritiseerde plan voor gemeenschapshuizen misschien gaat schrappen. Ja, ik zeg voorzichtig eens. Voorzichtig eens. Nou, dan mag je zo meteen uitleggen. Gaan we zo meteen verder met de stelling, maar eerst wat viel ons op. Peter, laten we bij jou beginnen. Ja, artikeltje in de krant. Nobamacare. Het heeft niks met Obama te maken, daarom zeggen ze waarschijnlijk ook Nobama. En dat is een zorginstelling. Die heeft ook zorginstellingen hier in het Heuvelandse. In Houtem, hier bij Rotem. En nou ook een nieuwe bij wat vroeger Kasteel Geuldal was. Het is Bergen ter Blijt, maar ik zou eerder Geulum noemen. Mm. En als je ziet hoe, ik heb op de website gekeken, als je ziet hoe luxe dat is en dergelijke, hè, dat, wat op zich fijn is. En hoe ze die panden hebben opgeknapt, want dat is bijzonder goed opgeknapt. Dan vraag ik me af van, zou ik met mijn pensioentje daar straks ook terecht kunnen? Nou. Want ik denk het niet, want volgens mij wil je toch de kosten eruit halen enzovoorts enzovoorts. Dan moet je volgens mij toch wel een heel dik salaris hebben. Als ik zie je lachen. Ja, ik denk dat er zijn maar 6 of 27 plekken. Ook dat. Ja, dus helemaal, het lijkt heel groot, maar het is eigenlijk helemaal niet zo'n groot complex. Ja, en het zal natuurlijk heel duur zijn om al die hele oude panden op te knappen. Dus dat zal je wel terug moeten verdienen natuurlijk. En dat kasteel Geuldal, wat dan nou Zuiderhout heet. Jean Nelissen heeft er gezeten, sommigen kennen nog wel de ouderen. Dat is een prachtig kasteeltje, lag mooi in de natuur. Er is nou een grote flat naast gezet, gedeeltelijk in Natura 2000... Ja, daar ben ik ook niet zo gelukkig mee. Nee, dat wil je dan toch niet ernaast hebben staan. Nee, maar misschien is het wel degene die het meeste betaalt, die heeft dan inderdaad een plekje. Of is het een lotingssysteem misschien? Nee, er wordt niet geloot. Nee. Daar ga ik niet vanuit, nee. En misschien een wachtlijst? Ja, het, zou het is jammer dat het artikel in de Limburger daar niet meer over zei. Wat dat in feite gekost heeft en wie daar voor een aanmerking komt. Ja. Heb ik niet uit het artikel gehaald. Jammer. Nou, misschien kan je voor jezelf een keer bellen. Of er stond wel een pagina groot op de achterkant inschrijving. Geopend, oh ja? De advertentie? Ja. Oh. Ja. De volgende keer even naar de advertenties kijken. Ja, ik ben nog niet zo ver. Nee, precies. Kom de volgende keer. Bas, wat viel jou? De opkomst van de verkiezingen goed was. En tot dan de problemen in Europa toch mensen wakker schudt en wat meer gaan nadenken over waar gaan we op stemmen om een beetje Europa goed te houden. Ja, want ze zeggen altijd bij de Europese verkiezingen dan gaan minder mensen stemmen. Snappen we dat een beetje? Begrijpen we de Europese Unie? Misschien is het wel omdat mensen denken, ja, dat staat verder van me af en helemaal niet beseffen dat er toch heel veel dingen daar besloten worden die impact hebben op het land waar jij woont. Ja. En ik denk dat het hele boerenprobleem, of ze gelijk hebben of niet gelijk hebben, die hebben heel veel neergelegd bij Europa met hun problemen. Ze zijn ook vaker naar Brussel geweest. En dat hebben mensen meegekregen. En dan beseffen ze toch wat meer dat Europa wel invloed heeft op ons leven. Ja. Dus dat is dan eigenlijk wel een goed teken, dat het bewustzijn groter wordt. Bewustzijn, ja zeker dat wel, ja. Maar welke kant je dan op wil gaan met de verkiezingen, dat is natuurlijk aan één ieder. Ja. Ja. Zijn we allemaal gaan stemmen gisteren? Ja. Kijk eens aan, heel goed. Adinda, wat viel jou op? Ja, het ligt een beetje zo in de lijn van hetgeen ik ook natuurlijk werkzaam in ben. En de vakantieperiode komt eraan. En er zullen ook ongetwijfeld veel mensen in het Heuvelland zijn die op vakantie gaan. Maar ja, we hebben natuurlijk gehoord dat de Duitse FTI GmbH faillissement heeft aangevraagd. Inmiddels volgens mij ook failliet verklaard is. En ook de Nederlandse tak daarvan. En ik vind het altijd heel jammer om zoiets te horen. Niet per se omdat ik zelf bij een reisondernemer werkzaam ben. Maar gewoon, je denkt dan altijd aan de mensen die daar de dupe van zijn. Vakantie staat net voor de deur. Je kijkt er naar uit. Maar ook de mensen die er werken. En dat ligt dan wel weer meer in de lijn van mijn eigen werk. Ja, die zijn ook de dupe. Je komt ineens op straat te staan. En ik vind het toch altijd wel een emotioneel voor die mensen, zeg maar. Ja, want wat betekent dat? Ik heb een vakantie naar de Costa del Sol en ze gaan failliet.
Wat gebeurt nou ja, dat ligt, het ligt eraan. Of je bent nog niet in de Costa del Sol en je gaat gewoon niet naar de Costa del Sol. Of je bent. Of je bent wel in de Costa del Sol. En dan moet je maar hopen dat je toch op de een of andere manier nog naar huis kunt. Want dat is altijd wel de vraag. Ja. Of dat dan lukt. Ik weet nou niet precies het fijne hoe het nu geregeld is voor deze mensen. Maar ja, dat spreekt mij dan natuurlijk. Of dat is voor mij dan wel nieuws wat belangrijk is. Ja, zegt het iets over dat de toeristische sector, dat een lastige sector is? Of zeg je van, nou, dat heeft er niks mee? Nou, ik weet niet of het... Ik wil niet zeggen dat het een lastige sector is, maar je merkt wel dat je steeds meer met meer innovatieve dingen of zo moet komen. Maar je merkt ook dat de kosten gewoon ook weer steeds hoger worden. En je vraagt je af en toe ook wel eens af van, ja, wordt het misschien toch ook weer een luxe product. Als we het dan over een Obamacare hebben, het zal altijd misschien nog wel meer betaalbaar zijn dan dat. Maar ik denk dat het voornamelijk, als je niet vernieuwt of niet met de tijd meegaat, en ik wil niet zeggen dat hun dat niet hebben gedaan, dan heb je denk ik wel een probleem. En het was toch de derde grootste in Duitsland. Nee. En ik geloof ook binnen Europa. Dus het is toch wel weer een groot bedrijf dat wegvalt. Ja, verbaast mij eigenlijk wel een beetje. Ja. Waarom? Omdat je eigenlijk toch wel in de kranten las dat heel veel mensen juist nu al in de meivakantie allemaal naar het buitenland zijn gegaan vanwege het hele slechte weer. Ja. Dat we al vanaf november heel veel regen hebben. Dus ik heb inderdaad wat krantenartikelen gelezen dat veel meer mensen geboekt hadden naar de zonnige landen. Ja. Dus nu in mei. En dat dan toch... Maar ik vermoed dat dit langer speelt. Hè? Dus het is waarschijnlijk al iets wat al veel langer speelt. En op een gegeven moment is een bedrijf dan niet meer liquide. En dan kunnen ze gewoon ook dat niet meer waarmaken. Dus ik vermoed dat natuurlijk op de achtergrond al langer... Al langer speelde. Maar soms hoor je ook nog wel eens van, oh, het staat misschien voor de deur. Thomas Cook kan me nog herinneren. Dat werd op een gegeven moment wel duidelijk. Dat had ik bij deze nu niet zo, als ik eerlijk ben. Ja, dat is natuurlijk vervelend. Laten we beginnen met de eerste stelling. Bas, die is voor jou. Doordat Centus Village naar het Walramplein gaat, wordt parkeren in Valkenburg nog lastiger. Jij zei oneens. Ik druk op de knop. Vertel. Ja, dat klopt. Omdat er al een parkeerprobleem is. En het Walramplein wordt dan door de kerstmarkt voor gedeelte bezet. En dat zijn 80 plaatsen die dan komen te vervallen. Ja. Dus die 80 op de 1000 die we al tekort hebben, vergroot niet echt het parkeerprobleem, want het parkeerprobleem is er al. Ja, wat... Dus ik ben het niet zo eens met de stelling. Er moet gewoon een oplossing gaan komen in de toekomst. Want we willen natuurlijk Valkenburg toegankelijk houden voor alle toeristen. Mm-hmm. Ja, wat betekent dat? Denk je dat in de toekomst voor nog veel meer problemen gaat zorgen, dat parkeerprobleem? Of denk je toch van, nou ja, er zal in de komende jaren wel een oplossing komen? Hoe kijk je daarna? Ja, ik denk dat, Valkenburg wil die bron van inkomsten niet verliezen. Ja. Dus ze zijn gewoon aan het kijken aan de randen van Valkenburg waar eventuele mogelijkheden zijn om te gaan parkeren. En nu het Walramplein gebruikt gaat worden voor de kerstmarkt, heb je ook wel een voordeel daarvan. En dat is dat daar dan veel minder verkeer rijdt. Want het is daar vaak, vooral met de kerstmarkt, heel problematisch als je daar lopend naar het centrum gaat. Ja. En je wordt bijna van je sok af gereden. Ja. Adinda, heb je zelf wel eens rondjes door Valkenburg gereden, wachtend op een plekje? Ik zelf niet. Maar ik moet heel erg zeggen, ik kom ook niet zo heel vaak. Ik probeer soms, als het zo heel druk is, ook wel een beetje te mijden. Dat klinkt misschien een beetje raar. Dus dat heb ik zelf niet. Ik doe heel veel met openbaar vervoer. Ben ik heel eerlijk in. Dan ga je wel naar de kerstmarkt, alleen dan met de trein. Nou ja, met de trein. En dan heb ik dat probleem niet. Nee. Ja. Dat heb ik ook wel, dat ik de auto gewoon een Schin op Geul zet. Of te voet naar Schin op Geul ga. Nou, 3-4 minuten later ben je in het centrum van Valkenburg. Ja. En heb je geen enkel probleem met de auto. En je spaart ook een hoop geld, want het kost nogal wat, dat parkeren in Valkenburg. Ook dat nog eens, ja. Dus dat retourtje Schin op Geul Valkenburg, nou, dat heb je gauw verdiend. Ja. Het gaat ook eigenlijk, wat ik begrepen heb, om 3 topweekenden. Het zijn 3 specifieke weekenden waar het echt topdruk is. Mm-hmm. En de andere door de weekslagen en de andere weekenden zijn er ook natuurlijk wat problemen, maar niet zo extreem als wat gesteld wordt. Ja, maar is dat parkeerprobleem dan niet gewoon eigenlijk altijd, maar dat wordt heel veel extremer als die kerstmarkt er is? Of het parkeerprobleem is er altijd natuurlijk, omdat het gewoon een toeristische plek is. Mm. Maar ik denk, en dat luidt de stelling, dat die 80 plekken die de kerstmarkt
in bezet houden, dat dat niet extreem meer problemen gaat opleveren. Nee. Ja, hebben het niet probleem dat dat het verschil maakt, toch? Die 80 plekken op die... Op die duizend die mensen komen. Die daar dan komen. Ja. Wat vinden we er überhaupt van, Centers Village naar het Walramplein? Tevreden? Of? Ja, ik vind dat het Walramplein iets mooiers verdient dan een hoop blik, eerlijk gezegd. Het is best een aardig plein om te zien. Mooie winkels eromheen, mooie gebouwen. En als je daar Santas Village neerzet, even los van het verlies van de parkeerplaatsen. Ik denk dat dat plein daar heel mooi op vooruit gaat. Ja, er zijn ook wel mensen die zeggen dat dat intieme van het Theodor Dorrenplein, dat verlies je nou. Ja. Het is toch een veel groter plein. Ja. Ja, maar als het drukker is, is het misschien wel prettiger, omdat het zich meer kan verdelen. Ja. Dus dan heb je misschien ook alweer dat je toch wat meer zoiets hebt van, oh, ik kan me toch wel een beetje voorbewegen hier op de... Want het is inderdaad ruimer. Ja. Hè? Dus, maar goed, hoe noem je dat, de sfeer of de elegantie van waar de locatie die er nu is. Ja, dat is natuurlijk wel weer minder. Dat vind ik persoonlijk ook wel minder. Ja. Denk je dat het iets met de bezoekers doet? Het ligt toch een beetje uit de richting misschien van de grote straat? Ik vind het wel jammer. Maar goed, dat is persoonlijk. Omdat je, Theodor Dorrenplein is gewoon supergezellig. En je zit vlak tegen de horeca aan. Ja. En de horeca vindt dat natuurlijk ook prettig. Mensen doen daar hun boodschapjes. En die gaan lekker bij de horeca op het terras zitten. Ja. En dat is toch dichterbij dan als je naar het Walramplein moet gaan. Ja, precies. Maar denk je dat dan echt in de bezoekers van dat Centers Village dat zijn verschil gaan zien? Of de ondernemers op dat plein? Ja, ik denk meer de lokale bezoekers. De bus uit Engeland, die weten niet beter. Ja. Ja, maar het zou misschien mooi zijn om Walramplein en toch iets op het Theodorplein te doen. En daar een soort verbinding maken met kraampjes of iets dergelijks. Zodat je toch één geheel krijgt door die straten. Ja, maar waardoor nu is er niks gepland, toch? Maar dan zou je ze in ieder geval ook naar het Theodorplein kunnen trekken. Dus. Maar er is natuurlijk niks gepland, want als Quarte Bourgogne begint met de bouw. Ja, dan is er geen grote bouwput. Dan kun je die verbinding niet leggen, denk ik. Dan niet, nee. En dat is de reden waarom het natuurlijk... verplaatst wordt. Ja, en er is ook nog de kans groot dat het eigenlijk in ieder geval voor een hele lange tijd op dat Walramplein gaat blijven. Ja, ja. Voordat dat Grote Bourgogne klaar is, zijn we natuurlijk al even verder. Twee jaar. Ja, zeggen ze. Heb je er vertrouwen in dat als we even terug gaan naar dat parkeerprobleem, dat binnen nu en misschien al voor de volgende kerst of misschien de kerst erop, dat daar grote stappen in zijn gemaakt door de gemeente? Ik denk het wel. Ja, want het is gewoon van levensbelang voor de gemeente. Hè, dat het toeristisch blijft en dat er genoeg inkomen binnenkomt. Ja. Zowel voor de gemeente als voor de ondernemers. Ja. Dus ik denk dat dat echt prioriteit heeft bij de gemeente. Ja, anders kunnen ze nog altijd de trein pakken natuurlijk. Precies, ja. Wanneer ga jij, Peter, ga jij normaal naar die kerstmarkt? Hoe ziet dat eruit? Nou, dat is niet direct echt mijn dingetje. Ik vind je ook niet echt een kerstmarkt. Nee, ik heb er wel eens op gelopen. Het is heel gezellig en de mensen genieten ervan. Maar eerlijk gezegd, als ik één keer geweest ben, dan ga ik één keer in de 10 jaar. Dus ik weet niet of ik de volgende keer nog haal. Maar in ieder geval... Het ligt er aan beneden de laatste keer geweest. Ja, maar dat was de volgende. Nee, maar om nog even op het parkeer terug te komen. Er komt nog een ander parkeerplaats op de Emmaberg. Ja. Misschien staat erop. Ja, dat wordt natuurlijk even afwachten. Het kan natuurlijk zomaar nog even duren. Maar dat zijn inderdaad wel de plannen. Ja. Ja, we gaan het zien. Dankjewel in ieder geval. Peter, de volgende stelling is voor jou. Woningscans zijn een goede manier om mensen bewust te maken van mogelijke oplossingen voor het water. Jij zei eens een goede manier. Ik druk op de knop. Ja, ik ben het er wel mee eens. Hoewel ze na 2021 het wel weten, denk ik. Maar toch goed om dan nog eens met de neus op de feiten te drukken. Om, als het maar... meer is dan alleen zeggen van, god, je loopt gevaar zoveel of je loopt geen gevaar. Als er meer adviezen gegeven worden van, luister, als je zit in die straat, hou dan rekening met dit en dat. Dus ook technische adviezen, want heel veel mensen die weten vaak niet wat ze moeten doen als dit gebeurt. En dan overvalt dat. Dus als je daar ondersteuning bij kan bieden, bij die scan. Want als het alleen een scan is, dan vind ik het te weinig. Geef de mensen hulp om te bekijken wat ze kunnen doen. En geef het eerlijke verhaal ook gewoon. Heel duidelijk, als je in die straat ligt en we krijgen weer 2021. Hou er rekening mee dat je weer een probleem hebt. Want de oplossing zal niet in Valkenburg kunnen plaatsvinden. De oplossing kan alleen plaatsvinden in het hele Guldal met de hellingen erbij. Dus het hele stroomgebied. Daar wordt aan gewerkt door het waterschap en organisaties.
Daar is de oplossing te vinden om niet meer zo'n overstroming te krijgen. Daar moet keihard aan gewerkt worden. Ja, want je had het net over dat eerlijke verhaal dat verteld moet worden. Gebeurt dat dan nu niet? En door wie dan niet? Nee, ik denk dat er nog geen verhaal verteld is geworden. Maar dat ze dat met die scan wel gaan doen. En ik hoop dat ze er gewoon eerlijk bij zijn van jongens, het kan gebeuren, het kan ook niet gebeuren. We hebben gezien wat er nou in Zuid-Duitsland gebeurd is. Ja. We hebben gezien wat er in Moelingen gebeurd is. Ja, een paar weken terug. Ja, misschien kunnen we ook eens ervoor zorgen dat het klimaat wat minder verandert. Want, ja, want dan daar zijn wij toch ook schuldig aan. Ja, want dan is de vraag natuurlijk, ook wat jij zegt, wordt de woning dan minder waard? Dan kijk ik naar de makelaar in ons midden. zie je al concrete effecten daarvan? Dat woningen die in zo'n risicogebied liggen minder waard worden? Ja, minder waard worden kan ik niet zeggen, nee. Ik zie panden die in de verkoop komen in Valkenburg, in de straten die tot aan het dak van de auto's water hebben gestaan. En die woningen zijn ook binnen 3 weken verkocht. Ja, maar denk je wel dat we daar een kentering in gaan zien? Dat mensen daar ook op gaan letten bij de aanschaf van een huis? Ja, ik zou het persoonlijk wel doen. Hoe moet je dat benoemen eigenlijk? Als je een huis daar verkoopt en dat is dus dat kan gebeuren, moet je dat eigenlijk als, ja, het is misschien een stomme vraag, maar als verkoper benoemen van, goh. Nou, in de vakenlijst staat dat niet. Tenminste, niet in de lijsten die wij gebruiken, maar je krijgt wel de vraag van de potentiële koper. Ja. Daarvan heeft hier water gestaan. Ja, tuurlijk zou ik dan zeggen, natuurlijk, hier heeft dat gestaan. Ja. Maar heel veel mensen die weten dat ook wel. Maar toch zie je die panden echt heel snel verkocht worden. Ja. En dat verbaasde mij ook hoor, want ik kijk niet gelijk in 2021, 2 maanden later, maar nu gaat het weer eigenlijk als voorheen. Ja, want ik kan me best voorstellen als er bekend is dat er een huis is dat nu zijn we op het punt dat het twee keer per jaar of zo kan overlopen, dat mensen dan denken, god, ik wil hier weg. En dat ook nieuwe kopers denken, dat wordt een lastig verhaal. Misschien ook naar de toekomst toe, dat in de makelaardij meer een ding kan gaan worden, of denk je dat zal niet zo vaag lopen? Nou ja, goed. Ik denk dat je als koper heb je onderzoeksplicht, maar dan gaan we heel technisch worden. Dus als koper zul jij ook onderzoek moeten doen naar waar je gaat wonen. Ja. En de verkoper heeft meldingplicht natuurlijk. Dus als een potentiële koper dat vraagt, moet je daar eerlijk een antwoord op geven. Ja. Maar ik zie het nog niet als een belemmering, tenminste in de markt. Ja. Misschien houden ze ook veel rekening met het feit dat er nu aandacht is voor die overstromingen en dat er maatregelen genomen gaan worden. Ja. En dat ze daarop... Ja, gokken is misschien niet helemaal het juiste woord, maar dat ze daar rekening mee houden. Dat in de toekomst, als er goed werk geleverd wordt door waterschap, natuurkracht en dergelijke, dat het probleem voor een heel groot gedeelte verminderd gaat worden. Maar ik denk ook dat de krapte op de woningmarkt, dat meespeelt. Iedereen is blij als hij uiteindelijk iets kan kopen. Gemiddeld in Nederland verhuist men om de 7 jaar. Dus we hebben die overstroming in 2021 gehad. Ze hebben voorspeld 1 keer in de 25 jaar. Dus ik kan de komende zoveel jaar kan ik veilig wonen. Ja. En daarna ben ik alweer weg. Ja. Ja, alleen het weer luistert niet naar de klok. Hè? Dat klopt. Naar de kalender. Peter, ik kan me voorstellen als mijn huis in zo'n risicogebied staat. Ja. Ja, wat kan je dan als zo'n adviseur zeggen tegen die mensen? Wat kunnen die voor concrete actie ondernemen? Buiten een zandzak of een schot voor je deur? Kan je toch niet zo gek veel doen? Nee, en toch, je noemt al een paar dingen van hou dat soort zaken gewoon paraat. Hou het bij de hand. Luister naar het weerbericht. Zorg dat er ook een of ander signaalsysteem komen dat als er overstromingen dreigen, dat je op tijd gewaarschuwd wordt. Een soort alarmsysteem. Hè? Want ik heb toevallig een paar weken geleden gezien dat de campings bij mij beneden, de gele anemoon en de grondslaput die net in de gemeente Gulpen liggen, die mensen zijn geëvacueerd. Ja. Ja, dus, en het was achteraf niet nodig. Dan hoor je ook natuurlijk van Zuuste wel, het was niet nodig. Maar ik vind het toch goed dat het gebeurd is. Want als er overstroming geweest was en ze hadden het niet gedaan, was het een stuk erger geweest. Dus ik vind het wel goed dat er gereageerd wordt. Ja. Adinda, jij ziet het voor jouw deuren meer stuk wel vaker gebeuren. Hè? Ja, ik zit gelukkig hoog. Hè? Dus ik heb er zelf persoonlijk niet last van. Maar ik zie wel inderdaad dat het water komt van 3 kanten. En het moet altijd de stationstraat naar beneden. En ik heb altijd te doen met de juwelier en de schoonheidsspecialisten. Want die zijn eigenlijk altijd de dupe. Ja. Dus maar goed, zij heeft ook altijd schotjes voor de deur en zandzakken. Ik zou ook niet weten wat ik anders zou moeten doen. Ja, de meubels naar boven. Ja, de meubels naar boven. Ja, dat hoef ik dan maar niet, maar inderdaad meubels naar boven tillen. Ja. Als je het op tijd weet, zou het fijn zijn. Ja.
Ja. Maar ja, als je zeker een paar maandje meubels naar boven moet gaan verhuizen. Dat, ja, dat hopen we dan maar niet, toch? Zet ook geen zoden aan de dijk. Nou, laten we verder gaan, Adinda. De derde is meteen voor jou. Het is goed dat de gemeente Meers onder andere het veelal bekritiseerde plan voor gemeenschapshuizen misschien gaat stoppen. Dat gaat dus onder andere over gemeenschapshuizen, moet ik erbij zeggen. Jij zei eens. Ik druk op de knop, 6 minuten. Vertel. Ja, op dat punt. Ik zei voorzichtig eens. Hè? Ja, voorzichtig eens, ja. Dat moet ik wel even zeggen. Ja, ik denk dat als we kijken naar het hele accommodatiebeleid en het feit dat het een behoorlijk hoofdpijn dossier is. In mijn ogen hoofdpijn. Als ik hoofdpijn heb, dan wil ik altijd graag dat het snel weg is en snel over is. En dit loopt geloof ik al sinds 2019, als ik me niet vergis. Begrotingsmaatregelen was, of een begrotingsmaatregel was het eigenlijk. Een bezuinigingsmaatregel was het eigenlijk. En ja, en het zou dan zo zijn dat je als vereniging, een bestuursvrijwilliger, dus de locatie of hetgeen waar jij dan jouw verenigingen hebt, kon onder erfpacht. En dan kon je, dan ben jij dan zeg maar verantwoordelijk voor al het onderhoud. Dus even nu in een nutshell. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik zelf woon niet zo heel lang opnieuw in de gemeente. Dus ik moest me daar ook in inlezen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als jij als vrijwilliger voor een vereniging of in een bestuur zit en jij wordt hoofdelijk verantwoordelijk voor hetgeen daar allemaal gaat gebeuren, dat jij dan zoiets hebt van ja, maar dat wil ik helemaal niet, want ik ben toch een vrijwilliger en misschien doe ik dit wel als een hobby of als iets ernaast. Ja, waarschijnlijk bij de gemeenschapshuizen is het vaak een hobby. Precies, ja. Dus inderdaad. Dus ik zou zeggen, dat is dan, dat lijkt mij dan inderdaad een hele grote verantwoordelijkheid die je hebt. Ja. En misschien heb je ook niet de expertise in huis om bepaalde dingen te kunnen doen. Dus in dat opzicht zien we ook wel al dat het in al die tijd ook niet echt van de grond komt. En daardoor zeg ik, ja, moet je dat dan wel nog voort willen zetten, dit plan? Want het is niet zo dat het nu werkt. Ja, want je zei 2019, ik hoor mijn oorsprong dat het eigenlijk al sinds 2012 al speelt. Nou, ja, dus kun je nagaan. Dat is nog veel langer. Nog net iets langer, ja. Peter, snap jij dat mensen die vrijwilliger zijn voor een gemeenschap zich in willen zetten, dat als die horen, je bent hoofdelijk aansprakelijk, dat ze zeggen, ja, dan ben ik weg? Ja, ik kan me die verantwoordelijkheid van die mensen wel voorstellen dat ze dat niet willen dragen. Zijn ze verzekerd voor als er iets fout gaat? Ja. Dat is ook al zo'n punt, hè, want je bent vrijwilliger. En misschien heb je jezelf als vrijwilliger verzekerd en zal de gemeente zeggen van nou, die kosten die dragen we dan wel. Maar dan moet je wel de kleine lettertjes lezen bij dat soort verzekeringen natuurlijk. Ja. Dus dat is een punt. En ja, er wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligerswerk, hè. En dat betekent dat je mensen moet engageren voor langere tijd. En dat wordt steeds moeilijker in deze tijd. Mensen willen niet voor langere tijd geëngageerd worden om een bepaalde taak op zich uit te oefenen. Ja, ja. Hè, ook al krijg je dan misschien een lintje van de koningin of zo. Maar daar doen ze het niet voor. Nee. Bas? En is het dan nog vrijwillig? En is het dan dat is dan ook de vraag. Het wordt werk, hè? Ja, het wordt werk. Ja, ja. Want nu gaat de gemeente het weer zelf de regie terugpakken, althans. Dat is het plan. Dat proberen ze nu. Ja, dat gaat dan nu natuurlijk weer een zak geld kosten. Dat kan je ook voorstellen. Ja, misschien zou ik weet niet of dat gebeurd is, hè, want ik ken de situatie niet goed. Maar ik zou in ieder geval voordat je dit soort plannen openbaart, dus heel goed met de verenigingen en individuen om de tafel gaan zitten. En de verenigingen ook duidelijk maken van luister, dit is het financiële plaatje waarmee we geconfronteerd worden. We hebben een probleem als gemeente. Ja, ik weet, ze hebben gepraat en ze wilden het ook liever niet. Maar als je moet bezuinigen dan. Maar probeer dan wel met de vrijwilligers en alle mensen die erbij betrokken zijn te kijken van wat kunnen jullie wel? Ja, dat was ook de reden waarom ik zei dat is voorzichtig eens. Want ik denk dat je wel moet kijken en denken in oplossingen met elkaar daar om de tafel moet gaan zitten. Ik heb ook wel begrepen dat ze nu dit jaar ook wel enquête hebben gedaan, inwonerspanels hebben gehad. Dus ook wel hebben gesproken met de mensen. Ja. Dus in dat opzicht denk ik wel dat je moet kijken wat kunnen we dan samen doen. Ja. Want wat jij zegt, hè, het was natuurlijk bezuinigingen. We komen straks in het ravijnjaar, zoals ze het noemen. 26. Hè? Dus het wordt een behoorlijke uitdaging. Ja, en de ravijnjaren, de jaren waarin we minder geld krijgen van het Rijk. En dus de gemeente zijn daar een beetje. Ja. Kijk, en de gemeente heeft het natuurlijk ook niet, het geld niet in de kluis liggen om. Dus ik snap wel dat ze. Ja, ze moeten wel kunnen kijken wat kunnen we doen. Nou ja, moet de vereniging gaan samenwerken misschien?
samenvoegen, geen idee. Maar er moet wel een oplossing komen. Want... Ja, wat samenvoegen? Dat is natuurlijk altijd een beetje een gevoelig. Ja, punt, nou ja, maar... kijk, als je kijkt naar voetbalclubs, is dat natuurlijk een beetje. Ja, dan nog zal gevoeliger. Dat nog gevoeliger zijn. Een RV met een SV Meersen. Hm. Ja. Maar ja, misschien is er wel een mogelijkheid, hè, om dingen samen te voegen. Zo thuis ben ik er dan ook weer niet in. Maar ik ben het met je eens. Praat, ga praten met de mensen, ja. De mensen die betreft. Want ik als vrijwilliger zou ook niet zo'n hele grote verantwoordelijkheid willen hebben van... Nee, want in het verlengde van, je noemde het net zelf, RVS Vermeersen, hemelsbreed 100 meter afstand van elkaar, twee voetbalclubs. Ja. Ja, gooi ze samen, zeggen sommigen. Absoluut niet, zeggen anderen. Ja, ja, dan krijg je misschien wel zo'n beetje MVV Roda... Lijkt me ook niet. Ja, ik weet niet. Het ligt ook FC wel gevoelig Limburg. Natuurlijk. FC Limburg. Ja, nee, dat was, dat was een succes. Nee, maar het punt is natuurlijk, kijk, in Schinnepgeul en Wielree had je twee voetbalclubs die waren niet op sterven na dood. Maar in ieder geval zagen ze wel dat als je samen gaat, dat je je kan versterken. En zo kan het ook. En misschien zouden ze in Meersen, niet alleen met voetbalclubs, maar zouden ze eraan moeten denken om te bekijken, waar kan ik elders misschien nog bezuinigen? Ja, dat is een idee, een optie. Ja, misschien moeten we gaan samenvoegen. Ik denk niet dat je vrienden maakt met dit standpunt, maar het is wel interessant. Dankjewel, heren, dames, dat jullie er weer waren. U bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dat is mijn collega Maurice van der Linden hier. Fijne avond.